Goedemorgen. Kijk eens, geluid werkt. Ja. We zijn er weer, zou ik bijna zeggen. Leuk dat u er allemaal bent. Op deze 14e Sizzling-conferentie. Vroeger de Sizz-conferentie, maar dat is de Sizzling-conferentie. Welkom. En ik merk aan het rumoer in de zaal dat u er zin in heeft. Ik zag net ook een aantal mensen van de ene kant naar de andere kant van de zaal zwaaien, want die zagen weer bekenden. En ik moet zeggen, prettig dat u er zin in heeft. Het had ook na gisteravond anders kunnen zijn, maar dat valt dan hier gelukkig mee. Mijn naam is Jan Bogert, voor wie mij niet kent. Ik ben lid van het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht. Ik ben gevraagd om vandaag uw dagvoorzitter te zijn en u een beetje door het programma heen te loodsen. En ik kan u vertellen, we zijn goed gestart. Het was precies 11 uur. Als we de rest van de dag ook in dezelfde tijdsdiscipline kunnen volhouden, dan gaat dit allemaal gesmeerd lopen. Ik ben vereerd dat ik dit mag doen. En dat heeft vooral te maken met het feit dat ik me professioneel erg interesseer voor het domein waar u in werkzaam bent. Ik ben ook in die hoedanigheid lid van het platform bestuur ICT en bedrijfsvoering van SURF. Ik mag me een beetje bemoeien met StudieLink als voorzitter van de WAR. En ik ben binnen diverse groepen van de HBO-raad ook bezig rondom ICT, bedrijfsvoering. En alles waar u zich ook zo druk over maakt. En de goede dingen aan het doen bent. Ik sprak vanochtend net hier op de gang het hoofd van ons bureau inschrijving. En die vertelde me dat de inschrijvingen opengezet zijn, de herinschrijvingen opengezet zijn. En dat het verbazend goed loopt als je het vergelijkt met vorig jaar. Het aantal opmerkingen en klachten is weer een heel stuk minder. De vragen zijn een heel stuk minder. Het loopt weer gesmeerder nog dan dat het vorig jaar al deed. En zo zie je dat ook die processen kennelijk ieder jaar toch weer verbeteren. En dat is mede dankzij jullie. Mooie dingen om met elkaar te constateren. U bent hier deze twee dagen met bijna 400 deelnemers. En u gaat deelnemen aan zo'n 55 parallel sessies en 5 keynotes. Dus in totaal zijn er eigenlijk 60 sessies die gedurende twee dagen plaatsvinden. En 400 deelnemers. Dat lijkt me een fantastische basis om heel veel kennis uit te wisselen. En dat is eigenlijk ook wat er gebeurt gedurende deze dagen. U komt uit diverse sectoren. Kijk, als je in de deelnemerslijst kijkt, dan zie je dat er hogescholen, universiteiten, maar ook SURF, leveranciers, mensen van het ministerie, dat er een hele brede vertegenwoordiging is van iedereen die zich druk maakt over het hoger onderwijs en alles wat daar in processen te verbeteren valt. En ik verwacht ook dat u naast dat u alle collega's weer eens ontmoet en een gezellige twee dagen heeft, ook erg veel van elkaar weer gaat leren. Zoals ik al zei, de 14e Sizzling-conferentie. Dan word ik altijd heel erg nieuwsgierig of er dan ook mensen zijn die ze bijvoorbeeld alle 14 bezocht hebben. Is dat zo? Is er iemand in de zaal die 14 keer aanwezig geweest is? Nee, dat niet. Meer dan 10? Iemand meer dan 10 keer? Ik kom even naar u toe, want dat vind ik interessant. Mag ik vragen, wie bent u en hoe komt het dat u al 10 keer hier geweest bent, of meer dan 10 keer? Ik ben Rob Fischer van de NNTV in Breda en ik ben sinds al die tijd al bezig ook met studentadministraties en alles wat daaromheen hangt, ook StudieLink. En als je nou terugkijkt naar de eerste keer en dat vergelijkt met wat er nu op het programma staat, wat zijn dan in de loop van de jaren de grote veranderingen? Nou, de grootste verandering is natuurlijk de invoering van StudieLink geweest. En alles wat daaromheen gaat, de hele keten, regieproces en ja. Dus de ICT en de ketenintegratie zijn de grote veranderingen gedurende die 10 jaar geweest. Oké, dank u wel. Ik zag daarvoor in nog iemand die al meer dan 10 keer geweest is. Gaan we ook dezelfde vragen nog even stellen. Wat is uw naam en wat is uw functie? Ja, ik weet het dan toevallig. Dus René, maar eigenlijk inderdaad, een collega van onze hogeschool. Ja, inderdaad, René van den Berg, Hogeschool Utrecht. De belangrijkste wijzigingen in de afgelopen 10 jaar is inderdaad de hele automatisering. Het
verbeteren van de hele processen. En ja, de laatste jaren natuurlijk Studelink met de verbeteringen en nou ja, ook wel de hobbels die we erin gehad hebben, maar vooral ook de verbeteringen die we daarin hebben. Oké, dankjewel. Voor wie is het de eerste keer? Oh, dat zijn er vrij veel. Die ga ik niet allemaal langs, schrik niet. Dan ben ik benieuwd of dat iedereen die hier de eerste keer is, of dat die vandaag, deze twee dagen ook zoveel kennis gaat opdoen, dat je zegt van ik ga dit volgend jaar niet missen, ik ben hier volgend jaar weer. En dan ga ik misschien aan het eind van de dag, of anders mijn collega morgen nog eens een paar vragen over u aanstellen, of dat het inderdaad het effect en het gevolg is. Een paar praktische dingen. Hier achter mij op het scherm ziet u, we hebben een eigen wifi-netwerk op de conferentie, mede dankzij CIMAC. Het wachtwoord is welkom 12. Er is ook een aparte Syslink-app, aangeboden door Scientia. Er staan ook in uw programmaboekje dingen over. En op de Syslink-app is het programma beschikbaar en komen ook andere vormen van informatie voorbij. Een beetje een strenge opmerking even aan het begin van deze dagen. Het is een vol programma. Het is een interessant programma, maar het is ook sterk afhankelijk van toch een beetje uw discipline om op tijd in de zalen te zijn. Als we daar met elkaar op kunnen letten, dan gaat het gesmeerd lopen. Vanmiddag vanaf 3 uur kunt u inchecken in de kamers. Ook niet onbelangrijk, mocht het zo zijn dat u bagage even tot die tijd in bewaring wil geven, dan kan dat via de balie. Er is ook één ding wat niet helemaal goed gegaan is. Er is een presentatie uitgevallen. Dus als u die gepland had, het gaat om de presentatie van Hans Jansen. Samenwerken, gewin of getekend, die vervalt helaas. Dan gaan we nu zo langzaamaan beginnen met de eerste keynote van vanochtend. U heeft in het programma kunnen lezen dat Doekle Terpstra ons gaat verrassen met een mooie speech. Doekle Terpstra, denk ik bij u allen wel bekend. Niet alleen omdat hij ook voorzitter is van de Schaatsbond en omdat hij diverse commissariaten heeft, maar vooral omdat hij in zijn rol als voorzitter van de HBO-raad zijn verantwoordelijkheid genomen heeft en ervoor gekozen heeft om, toen het heel erg moeilijk was bij In Holland, te zeggen van daar gaan we de schouders eens onder zetten en dan gaan we de zaken eens proberen weer op de rails te krijgen. Het is natuurlijk een situatie die ons allemaal in het hoger onderwijs geraakt heeft, aangegaan is. En we hebben natuurlijk vooral met z'n allen ook heel erg meegeleefd en meegekeken met de collega's van In Holland. En ook wel bewondering voor de stappen die daar gezet zijn en de keuzes die gemaakt zijn. Ik ben erg blij dat Doekle vanochtend hier ons zijn verhaal wil komen vertellen. Vooral ook omdat u allemaal vanuit uw werk werkt binnen de context van het hoger onderwijs en als er in het hoger onderwijs iets ter discussie is komen te staan de afgelopen jaren, gaat het om kwaliteit. En als er iemand is die daar wat over kan zeggen, dan is het Doekle. En het is voor ons belangrijk om met z'n allen te weten van wat er zoal speelt in het hoger onderwijs, welke kant het opgaat, wat de visie van Doekle daarop is, zodat wij ook ons werk in die context kunnen plaatsen. Voor de mensen die Doekle volgen op Twitter, want het is ook een hele actieve twitteraar, die zien dat hij behalve voorzitter van een hogeschool ook een hele, ik zou bijna zeggen, geëngageerde burger is, die zich met alles en nog wat bemoeit en daar een mening of een opvatting over heeft. Maar wat het meest opvalt, vind ik altijd in de tweets, is de bevlogenheid en de passie voor het werk en de prestaties van studenten en medewerkers binnen zijn hogeschool. En ik denk dat dat ook een belangrijke basis is voor kwaliteit en wellicht horen we daar straks nog wat dingen over terug. Uw warm applaus voor Doekle Terpstra en zijn keynote. Dankjewel Jan, ik vond het een prachtige introductie. Ga zo door Jan. Dames en heren, ik vind het buitengewoon plezierig dat ik vanochtend hier mag zijn. Om met u een aantal dingen te delen die in het teken staan van het thema van deze conferentie. Kwaliteit in de keten, zo staat het eigenlijk ook zo mooi. En de stelling zoals die hier staat is eigenlijk een stelling die ik volmondig onderschrijf. En daar zou ik het eigenlijk ook over kunnen laten.
Alleen denk ik dat de moeite waard is om eens een keer met u te verkennen wat er op dit moment gaande is in de wereld van het hoger onderwijs. En ik zal proberen om niet zozeer in te zoomen op datgene wat we van elkaar mogen verwachten, of van u mogen verwachten. Laten we zeggen, de ondersteunende activiteiten van het onderwijs. Maar ik denk dat het vooral ook de moeite waard is om eens een keer met u te verkennen wat voor thema's er in de komende periode op ons af zullen komen. Dus de grote beleidsthema's voor het hoger onderwijs en wat dat vraagt van ons allemaal om die ontwikkelingen ook bij te houden. En ik zal dat voor een deel ook doen aan de hand van de agenda van mijn eigen hogeschool in Holland op dit moment. Omdat ik denk dat die hogeschool in zekere zin een metafoor is en ook een katalysator, heb ik het vaker genoemd, voor datgene wat er aan de hand is in het hoger onderwijs. En ik blijf maar zeggen, als wij de goede keuzes maken met onze hogeschool, dan worden we in zekere zin op de inhoud de frontrunner van die nieuwe ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Daar ben ik zeer van overtuigd. En ik wil u proberen wat mee te nemen in die ontwikkelingen. In tweede instantie, en daar zou ik eigenlijk nu wel mee willen beginnen, is het denk ik goed om u even mee te nemen in waar we op dit moment staan met onze hogeschool in Holland. Want de nieuwsgierigheid op dat onderwerp is natuurlijk heel erg groot. Ik koester me maar even en ik wentel me maar even in het privilege dat de hogeschool in Holland in ieder geval de bekendste hogeschool van Nederland is. Maar dat is een schrale troost. Ik denk in alle oprechtheid dat de hogeschool misschien wel in de allermoeilijkste fase van zijn geschiedenis is gekomen. Dat zal deze maand eigenlijk wel bepaald worden. Hè. De uitkomst daarvan, van waar gaat het naartoe met de hogeschool. Afhankelijk van een drietal factoren, het maakt het buitengewoon spannend. Dat is één, wat gebeurt er met de instroom? We hebben natuurlijk een enorme reputatiedeuk gekregen in het afgelopen jaar. Een verminderde instroom van 37%. De vraag is, wat gaat er nu met die instroom gebeuren? Dat is één. Twee, dat is, wat gaat er gebeuren met datgene wat de staatssecretaris aan de NVO heeft gevraagd? Een advies op het intrekken van accreditaties op de beroemde, misschien mag ik zeggen de vier beruchte opleidingen waar het allemaal mee begonnen is. Ook dat gaat naar een climax en over een aantal weken weten we hoe we er in dat opzicht voor staan. En een derde punt is, hoe houdt de organisatie zich staande in juist deze periode waarin de hoeveelheid studenten niet is afgenomen ten opzichte van de afgelopen jaren. Dus we hebben alles nog, maar uiteindelijk hebben we wel een andere organisatie staan en ik moet u zeggen dat ik grote bewondering heb voor mijn organisatie in Holland, die erin geslaagd is om in een periode van 10 maanden, en ik zeg het misschien wat in een wat raar beeld, wat wrang beeld, waar 500 medewerkers kwijt is geraakt ten opzichte van die periode. En we hebben dat ook nog gewild, niet omdat we dat zo fijn vonden of sociaal verantwoord, misschien ook nog wel, hoe gek het ook klinkt, maar we moesten het doen om uiteindelijk onze hogeschool in een nieuw perspectief te krijgen. Dus met 500 medewerkers minder ten opzichte van een aantal maanden geleden moeten wij eenzelfde klus doen en uiteindelijk moet de kwaliteit van die klus ook nog eens een keer op een hoger niveau liggen vanuit dat beroemde beeld wat politiek zo makkelijk gehanteerd wordt, de kwaliteit omhoog, de lat omhoog van het hoger onderwijs. Dus 500 mensen minder en de klus moet op een hoger niveau gedaan worden. Ik moet u zeggen, ik weet niet of er collega's van mij hier in de zaal zitten, maar ik heb grote bewondering voor de veerkracht van de hogeschool die dit allemaal realiseert. Echt, vind ik een geweldig compliment. Maar het is dus buitengemeen spannend. Tegelijkertijd, zeg ik, op het moment waarop we er over een maand nog zijn op de manier zoals we nu zijn en in de regie kunnen blijven op de eigen hogeschool, dan ben ik ervan overtuigd dat op de strategische keuzes die we maken, wij de frontrunner kunnen gaan worden van de nieuwe ontwikkelingen in het hoger onderwijs. En die ontwikkelingen, daar wil ik u graag in meenemen. Dus die zitten nu voor een deel verankerd, zou je kunnen zeggen, in de strategische agenda van het huidige college van bestuur, van de hogeschool. Maar ik denk dat de keuzes die we daarin maken, dat die misschien nu nog in een soort geïsoleerde agenda van de hogeschool staan. Maar daar zal meer gaan gebeuren naar de toekomst toe. Ook bij andere hogescholen, ook bij universiteiten. Misschien nog één opmerking vanuit het binnenperspectief. En dan ga ik toch wat kijken naar wat ik voorzie voor de langere termijn in de wereld van het hoger onderwijs. De les die ik in ieder geval zelf heb geleerd, ik heb een paar hele belangrijke lessen geleerd, ook als bestuurder bij de hogeschool. En de eerste les is,
dat datgene wat ik dacht toen ik bij de HBO-raad zat, dat er nogal wat geklaagd en gemopperd werd in de wereld van het onderwijs over het idee van geven ons weer het primaat terug op het onderwijs, vanuit met name de docentgeleiding. Die heb ik altijd wat gebagatelliseerd. Ik heb hem erg gerelativeerd. De les die ik bij de hogeschool heb geleerd, is dat docenten een groter gelijk hebben gehad dan ik heb gedacht en heb verondersteld. Ik vind het eigenlijk nog een wonder dat in de wereld van het onderwijs, en eigenlijk ga ik nog verder, het geldt niet alleen voor de wereld van het onderwijs, maar eigenlijk misschien wel in het hele publieke domein, misschien gaat het zelfs nog wel verder, dat professionals niet meer het eigendom hebben geclaimd op dat primaire proces zelf. En ik denk, zeker bij mijn hogeschool, dat in een bestuurlijke bovenwereld het primaire proces is geclaimd op een plek waar het eigenlijk niet hoort te liggen. En het hoort te liggen bij het onderwijs zelf. Zoals het eigenlijk ook hoort te liggen bij de zorg en noem het maar in. En ik denk dat er in de afgelopen jaren bij ons op de hogeschool, en nogmaals, ik zeg, het gaat, ik gebruik vaak het woord mijn of onze hogeschool, en ik gebruik het eigenlijk als een soort metafoor voor meer. Ik denk dat er dus veel meer aan de hand is bij onze hogeschool, of is geweest, dan alleen maar het idee dat er een probleem was met accreditatie, noem ze maar op. Er zat een probleem in het idee dat het eigendom op het primair proces niet meer genomen kon worden door de mensen in dat primair proces zelf, docenten. En wij hebben gezegd van daar moet in de komende periode weer een kanteling op plaatsvinden. Sterker nog, het was zo dat bij ons de ondersteunende diensten, en eigenlijk zit ik dan al dicht bij u zelf, in uw eigen discipline, dat ondersteunende diensten, het OOP, als ik het zo even mag zeggen, de dienst uitmaken. Die had uiteindelijk regie op wat er bij de hogeschool gebeurde. En natuurlijk, er was wel interactie, er was wel verbinding met het onderwijs. Maar de lead op wie wij uiteindelijk zijn, zat niet meer bij het onderwijs. De lead zat bij een ondersteunend bedrijf. En wij hebben gezegd, het is van heel groot belang dat wij daar weer balans in aan gaan brengen. Dus de grote slag die wij ook met de reorganisatie aan het maken zijn, is dat vooral in het ondersteunend bedrijf echt rigoureuze keuzes worden gemaakt om op een andere manier in de orde in te komen van wat is nou eigenlijk primair leidend binnen onze instelling. Wij zijn een onderwijsorganisatie. In alle opzichten hoort het woord onderwijs met hoofdletters geschreven te zijn. En alles moet als het ware volgend en dienstbaar zijn ten opzichte van dat proces. Dat wil niet zeggen dat ik afstand neem van die stelling dat het in de keten georganiseerd moet worden. Daar kom ik straks nog op terug. Maar het gaat om te begrijpen, ook voor mijzelf, dat is de les van het afgelopen anderhalf jaar geweest. Waar gaat het eigenlijk bij onze hogeschool om? Wij zijn een onderwijsgedreven organisatie en wij moeten dat op alle niveaus van ons acteren als een rode draad voor ons handelen meenemen. Dit moet het primaire referentiekader zijn. En dat is ongelooflijk ingewikkeld, want het klinkt als een open deur, maar ik heb in ieder geval gezien dat het bij ons heel erg ingewikkeld is om dat uiteindelijk scherp op het netvlies te krijgen, te cultiveren en het ook te faciliteren. Waarom? Omdat OOP-activiteiten een soort natuurlijke neiging hebben om zichzelf te gaan organiseren. En dat is geen disqualificatie, maar het is volgens mij iets wat in de structuur van het OOP, als het ware bijna vanzelfsprekend, zit opgesloten. En een van mijn collega's, en ik zeg het hier maar even naar veel te kort op de bocht, dat is een karikatuur. Ik doe geen recht aan al die activiteiten die daar gedaan worden, want er zit top professionaliteit. En zeker bij de hogeschool waar ik ben geweest de achterliggende periode, moet ik zeggen, ook daar ben ik zeer onder de indruk van wat het OOP kan doen. Maar uiteindelijk kan het niet zo zijn dat het OOP zichzelf regisseert. En wat ik heb gezien, en ik zeg het nogmaals veel te negatief, maar het OOP heeft een soort neiging om een bijna zelfreizend bakmeel te worden. Het organiseert zichzelf over de hogeschool heen of over de universiteit heen. En mijn stelling is, misschien ook de moeite waard om er later nog eens een keer over te spreken, dat eigenlijk alle organisaties, of het nu publiek of privaat is, eigenlijk na verloop van tijd zouden moeten zeggen, wij ruimen, ik zeg het negatief, een deel van het OOP op. En dat is niet bedoeld om bewust te reorganiseren, maar om een organisatie weer scherp te krijgen op uiteindelijk de opdracht waar het om gaat. En dat is bij ons onderwijs. Dat is één les die ik heb getrokken. De tweede les, en dat is ook voor de toekomst van groot belang, dat als je binnen een organisatie als die van ons spreekt,
dat de over het idee dat professionals ook weer de ruimte moeten krijgen die ze moeten hebben. Want zij zijn degene die verstand hebben van onderwijs, noem ze maar op. Nou wil dat niet zeggen dat zij zich ook, als het ware, geïsoleerd kunnen gedragen binnen een grote, ingewikkelde hogeschool of universiteit. Als dat het idee is, dan maken we ook een karikatuur van de werkelijkheid. En ook daar denk ik dat er in de afgelopen periode in het maatschappelijke en publieke debat iets is fout gegaan. Want we hebben in het onderwijs heel erg gesproken over het herstel van de professionele autonomie, alsof een docent zich autonoom en onafhankelijk en los van het geheel kan manifesteren. En als er iets is waar ik niet in geloof, dan is het dat idee. Dus ik denk dat het van ongelooflijk grote betekenis is om één, scherp op het netvlies te krijgen van waar gaat het ook alweer om. Maar twee, hoe zorgen we ervoor dat docenten in het onderwijs zich manifesteren ten opzichte van elkaar. En er is iets wat ik ook zie als een groot en uitdagend en ook aansprekend thema voor de toekomst. Dat is het creëren van een aanspreekcultuur in het onderwijs. En als er iets is wat het onderwijs niet heeft, dan is dat een professionele aanspreekcultuur. En natuurlijk is het zo dat er in het onderwijs volop in teams wordt daar gedacht en gewerkt. De vraag is alleen, wat is dat dan eigenlijk, een onderwijsteam? En de ervaring die ik ermee heb opgedaan, is dat onderwijsteams heel erg spreken in termen van planning. Planning van activiteiten. Wanneer doe jij dit? Wanneer doe ik dat? Wanneer ga jij op vakantie? Wanneer ga ik op vakantie? Maar waar het niet over gaat, is hoe professionals elkaar aanspreken op het halen van resultaten of het niet halen van resultaten. En dat ook met elkaar in een professionele omgeving bespreken. En eigenlijk is dat wel heel curieus, want onze studenten worden opgeleid tot kritische, professionele vakbeoefenaren die ook in staat zijn om te reflecteren op hun eigen handelen, op hun eigen acteren. En in het onderwijs zelf doen we het in onvoldoende mate. Dus ik denk dat het van ongelooflijk grote betekenis is. En ik ben er ook van overtuigd dat dat een belangrijke ontwikkeling zal worden in de komende jaren. Dat het onderwijs nadenkt over het idee, niet alleen onderwijs centraal, maar ook nadenkt over het idee, hoe kunnen wij die professionele aanspreekcultuur verder ontwikkelen. Binnen het onderwijs, maar het gaat zelfs verder dan het onderwijs, in de hele keten van activiteiten binnen het onderwijs. Dus dat is een groot thema volgens mij, wat wij eigenlijk met z'n allen zouden moeten durven pakken. Ik denk, in alle oprechtheid, dat de private sector, het bedrijfsleven, veel professioneler is ontwikkeld op dit idee van een aanspreekcultuur. En nogmaals, ik blijf dat me curieus vinden, want we zouden juist dat het voorbeeld moeten geven. Dat is twee. Nou, wat zie ik nu voor grote ontwikkelingen die relevant zijn, ook voor uw activiteiten binnen het onderwijs, voor de komende jaren? En ik spiegel dat, zoals gezegd, ook een beetje aan de hand van mijn eigen agenda, onze eigen agenda bij de Hogeschool in Holland. Wat denk ik heel erg belangrijk wordt, is dat hogescholen en universiteiten in Holland niet meer denkt in termen van een institutionele opdracht. Ik denk dat wij in de afgelopen jaren in een hele competitieve omgeving hebben gestaan ten opzichte van elkaar. En wat er in toenemende mate gaat gebeuren, is mijn inschatting, is dat we dat competitieve idee gaan loslaten. En dat we een heel ander idee van competitie naar binnen gaan halen. En dat is dat samenwerken wel eens een keer het nieuwe concurreren zou kunnen zijn. En dat betekent dat we dus niet meer nadenken in termen van wie ben ik en hoe word ik groter ten koste van iemand anders. Maar dat het veel meer gaat om het idee wat is eigenlijk onze maatschappelijke opdracht. En ik denk dat wij als instellingen weer veel nadrukkelijker worden verbonden met het idee waar zijn wij eigenlijk voor op aarde. Niet om ons instituut te behagen, maar wij zijn ervoor om het werkveld te bedienen als beroepsonderwijs. Maar dat zou ook voor universiteiten gelden. Wij zijn ervoor om het beroepsveld, het werkveld te bedienen. En we zijn ervoor om onze studenten te bedienen. En het instituut wat daaruit voortvloeit is een resultante, maar is niet dominant in die afweging. En in de afgelopen jaren denk ik dat mijn hogeschool te veel in het teken heeft gestaan van institutioneel denken. Wij zeggen korte metten maken met dat idee. Concurreren op een andere manier invullen en veel meer laden vanuit dat idee van samenwerking, partnership, maatschappelijke opdracht en noem ze maar op. En dat betekent dat ik voorzie dat een hogeschool als in Holland in de komende jaren als merk gaat eroderen. Dat wordt een heel ander type van instelling. Dat wordt een instelling die samenwerkt met tal van partijen. Een heel concreet voorbeeld. Wij hebben een hele kleine licentie op groen onderwijs.
Die hadden we eigenlijk moeten stoppen. Die is veel te duur. Kan niet. Zit in Delft toevallig. Dus hebben we gezegd van weet je, we kunnen er ook een strategisch speerpunt van maken. Door een samenwerking in de keten op te zoeken van onderwijsinstellingen. Uit het VMBO, het MBO, het HBO en het WO. Stel je nou voor dat je dat zo doet. En stel je nou voor dat je dat vormgeeft in een instituut. Ja, dan is voor mij volstrekt niet meer interessant of daar een bord in Holland op de muur hangt, ja of nee. Met andere woorden, dit is volgens mij iets wat nog in de kinderschoenen staat. Maar ik durf eigenlijk de voorspelling aan dat wij in de komende periode dit proces verder gaan vormgeven. Dus de hogeschool niet meer als zelfstandige entiteit die per se moet overleven. Maar een hogeschool die de samenwerking, het partnership zoekt en een diversiteit aan allianties aangaat. En dus ook in die diversiteit als het ware gefaciliteerd zou moeten worden door mensen in de keten van activiteiten. Dus ook door u. Dat maakt het interessant en uitdagend, professioneel uitdagend, maar ook heel erg ingewikkeld en complex. Dus daar hebben we veel van jullie expertise op nodig om dat proces op een goede manier te accommoderen. Nou, dat is één ontwikkeling die ik zie. De tweede ontwikkeling als een hoofdlijn van strategische positionering, als ik het zo mag zeggen. Dat is dat wij in een steeds grotere internationale competitie komen te staan. Als hogescholen en als universiteiten. En dat wij een antwoord moeten geven op de vraag van hoe gaan wij daar eigenlijk in Nederland mee om? En hoe gaan wij een antwoord geven op die grote mondiale ontwikkelingen? En ik durf eigenlijk ook hier de voorspelling aan dat wij in Nederland minder universiteiten zullen krijgen dan op dit moment het geval is. Ik geloof dat wij de kant op gaan dat wij van de 11 die we op dit moment hebben, of 12, 11 geloof ik, 12, van de 12 universiteiten, dat wij misschien 4 of 5 clusters van activiteiten in universitair verband over zullen houden. En daaromheen zullen, denk ik, een aantal satellieten van hogescholen gepositioneerd worden. Dus hogescholen die gaan elkaar vanuit dat idee veel meer complementair opzoeken, niet meer concurrerend in het oude beeld, maar in toenemende mate om universiteiten heen positioneren, om doorlopende leerlijnen stevig te organiseren en op die manier een antwoord te geven op internationale competitie en een antwoord te geven op de vraag van hoe halen we internationale studenten naar ons, maar ook hoe zorgen we ervoor dat wij in die keten van HBO en WO elkaar beter faciliteren en aansluiten. Dus dat is een tweede ontwikkeling waarbij ik denk, die wordt heel erg interessant. Dus in Amsterdam zie ik het nu al, de UvA en de HVA, de UvA en de VU, die gaan elkaar opzoeken. En het wordt dus tijd dat wij als in Holland in gesprek raken met de HVA over de vraag van hoe kunnen wij eigenlijk, niet competitief, maar hoe kunnen wij complementair in Amsterdam de Amsterdamse agenda bedienen. Maar hoe kunnen we ook voortborduren op dat idee dat die internationale competitie steeds nadrukkelijker op ons af zit te komen. Dus ook daar zal het een en ander veranderen. Het derde wat gaat gebeuren is dat onze agenda binnen het, in de wereld van het hoger onderwijs alleen maar complexer zal worden. Niet alleen vanuit deze mainstream, want ik ben ervan overtuigd dat dit een dominante ontwikkeling gaat worden. Maar hij wordt ook politiek als het ware steeds ingewikkelder. Omdat de vraag in de richting van ons steeds groter zal worden voor een steeds grotere diversiteit van studenten die wij binnen de poorten van onze instellingen hebben. En zeker dan ook nog vanuit samengestelde delen en samenwerking wordt dat nog ingewikkelder. En de vraag is hoe gaan we dit allemaal faciliteren? Dus ook daar wordt een heel stevig beroep op u gedaan. Want ik ben ervan overtuigd dat juist in uw tak van sport, als het ware, daar een groot appel zal worden gedaan. En dan heb ik het nog niet over de grote ontwikkelingen die gaan komen op het gebied van open source. Op het gebied van digitalisering van het onderwijsaanbod. Op weblectures en al dat soort dingen daaromheen. Wat gaan sociale media allemaal betekenen voor de komende periode? Ook dat is interessant. Ik sprak een poosje geleden met de directeur Facebook, was het volgens mij in Nederland. En dat was buitengewoon interessant voor mijzelf om daar de spiegel eens een keer op voorgehouden te krijgen. Ik vroeg hem van waar staan we nou eigenlijk met betrekking tot de ontwikkeling van sociale media? Want ik heb het gevoel dat we er wel ongeveer zijn. Kijkend naar de enorme revoluties van de afgelopen jaren. En ik vond het interessant wat hij me vertelde. Hij zei van, we hebben op dit moment nog geen notie van de grote doorbraken die nog gaan komen. Maar de grote doorbraken moeten nog gaan komen. We zitten er nog niet eens. En als je dan vraagt, wat is dat dan? Dan is het interessant om te horen dat zo iemand dat volstrekt niet weet.
Nou, dan hoef ik ook niet benauwd te zijn over het idee dat ik het ook niet hoef te snappen. Maar ik vond het dus eigenlijk een heel inspirerend beeld. Dat de grote zieners op het gebied van de ontwikkelingen van digitalisering, van sociale media, noem ze maar op, nog niet begrijpen en ook nog niet kunnen snappen welke doorbraken er nog zullen komen, maar voorspellen dat de grote doorbraken er nog zullen komen, met enorme repercussies voor het onderwijs. Met gigantisch veel invloed op de wijze waarop wij onze systemen hebben georganiseerd. Op de wijze waarop wij in de keten het allemaal hebben staan. Eigenlijk moet ik zeggen, is voor mij de grote vraag, hebben wij binnen het onderwijs onze activiteiten goed in de keten georganiseerd? En de stelling aan de orde stellen is hem volgens mij voor een deel ook beantwoorden. Ik vind dat wij binnen het onderwijs nog te gefragmenteerd met elkaar werken en dat we, als het gaat om het idee van de echte keten en het elkaar aanspreken van activiteiten in die keten en het op elkaar afstemmen van activiteiten in die keten, dat we dat nog niet goed hebben staan en nog te veel denken in bijna de schablonen van vroeger. We hebben het OP en we hebben het OOP. We hebben dat wel ondergebracht nu in één CAO, dus we hebben wel een geweldige stap gemaakt in die zin. Maar we denken nog te veel in de blauwdrukken van het verleden die eigenlijk niet meer werken. Dus ik denk dat we zeker met dit soort voorspellingen van zo iemand van Facebook na moeten denken over de vraag, wat bedoelen wij eigenlijk met een keten van activiteiten en een keten van kwaliteit binnen een onderwijsinstelling. Met al die nieuwe invloeden die daar deel van uitmaken. En ik heb volgens mij op dit congres zelfs eens een keer de stelling geponeerd, dat als je het hebt over ICT-activiteiten, dan zit dat in toenemende mate niet meer geïsoleerd van het onderwijs, maar zit in het kernproces van het onderwijs. En ik denk dat wij het nog niet aandurven om te zeggen, ICT is deel van het kernproces van het onderwijs. Ook als je kijkt naar hoe wij ons bestuurlijk hebben geordend en ingericht, dan hebben wij, ik kijk ook naar mijn eigen hogeschool, hebben wij het bestuur tamelijk klassiek ingedeeld. We hebben iemand voor bedrijfsvoering, iemand van onderwijs en iemand die nergens wat van weet en een beetje allround bestuurder is en dat is dan de voorzitter. Maar als het gaat om de kern van het ICT-bedrijf, ja, dat hebben we gewoon in bedrijfsvoeringsportefeuille staan. Nou, de vraag is of dat nog een adequaat antwoord kan zijn voor de langere termijn. Dus we zullen na moeten denken over de vraag, hoe brengen we een aantal van die nieuwe ontwikkelingen in de kern van ons bedrijf, in de kern van ons proces, en dat zal beter in de keten geordend moeten worden dan op dit moment het geval is. Onze studenten zijn niet alleen diverser aan het worden, maar ik denk dat er vanuit de diversiteit ook steeds meer op maat geleverd zal moeten worden ten opzichte van de student. Ik denk dat we daar ook nog heel erg over na moeten denken. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de student, we praten daar natuurlijk heel erg intensief over, dicht bij de student, menselijke maat, dicht op perspectief en de wensen van de studenten, maar ik denk dat dat nog helemaal niet het geval is. Ik denk dat we dus echt in de komende jaren als onderwijs uitgedaagd zullen worden op het idee hoe wij studenten op maat beter kunnen bedienen dan op dit moment het geval is. Ook daar bent u, naar mijn gevoel, een onontbeerlijke schakel in het geheel, want het is ongelooflijk belangrijk dat dat goed op het onderwijs is afgestemd. OOP en OP, ik gebruik die term maar weer even, eigenlijk moeten we daarvan af. Dus daar wordt steeds meer gevraagd van allen en iedereen die betrokken is bij het onderwijs. En het overall beeld is dat het onderwijs niet in een soort steady omgeving terecht zal komen in de komende periode. Ik denk dat het onderwijs, net als de voorspelling van de man van Facebook, aan de vooravond staat van een aantal hele grote doorbraken die heel erg veel zullen vragen van de professionaliteit in het onderwijs zelf. En dat is het laatste punt wat ik wil maken, dan rond ik af. Als deze ontwikkelingen zich allemaal gaan manifesteren, dan zullen wij uiteindelijk een ander type van professionaliteit manifest moeten maken binnen het onderwijs. En dat is dat wij, en ook dat klinkt als een open deur, maar het is in het onderwijs nog heel erg moeilijk vorm te geven, dat is dat wij geen genoegen meer kunnen nemen met de professionaliteit van de dag. We zullen proactief en anticiperend na moeten denken over de vraag, wat zijn eigenlijk de grote ontwikkelingen buiten de deur en hoe zorgen we ervoor
dat we in een werkelijke kennisontwikkeling terechtkomen die de kennis van buiten permanent ook naar binnen trekt en vice versa. Veel meer kenniscirculatie dan op dit moment het geval is. En ik heb een poosje geleden het voorrecht gehad dat ik sprak met een docent op de hogeschool waar ik vroeger zelf deel van uit heb gemaakt. En die docent, en ik zeg het met respect, die docent die is dus, hoe lang is het geleden, 36 jaar geleden, afgestudeerd aan een universiteit. Die docent die geeft nog steeds les op diezelfde hogeschool. Die geeft nog steeds dezelfde colleges, ik mag aannemen dat is aangepast, maar dan 36 jaar geleden. Nou, mijn stelling is dat deze manier van denken niet meer kan binnen het onderwijs en dat we daar, ik zeg het kort in de bocht, korte metten mee moeten maken. Dat moeten we opruimen, want wij kunnen niet meer voldoen aan onze maatschappelijke opdracht. Wij kunnen onze studenten niet meer bedienen, we kunnen het werkveld niet meer bedienen, we kunnen niet meer internationaal competitief zijn, we kunnen niet meer voldoen aan datgene wat politiek ook van ons wordt gevraagd, lat omhoog. We zullen dus nu moeten nadenken over de vraag, hoe borgen wij onze eigen professionele dynamiek binnen een hogeschool of binnen een universiteit. En dat vraagt een andere grondhouding van iedereen die bij het onderwijs betrokken is. Het kan niet meer zo zijn dat wij uiteindelijk in onze professionaliteit onderwijs aanbieden wat gebaseerd is op een eigen diploma en wat in onvoldoende mate een verbinding heeft met datgene wat het werkveld vanuit de samenleving zelf van ons vraagt. Nou, ik realiseer me, het is allemaal veel te kort door de bocht, want ik weet dat in de praktijk veel weerbarstiger is. Maar wat mij betreft is de bottom line wel dat er in de komende jaren gigantisch veel gevraagd wordt voor het hoger onderwijs. Is dat nou een bedreiging? Ik vind het een fantastische uitdaging. Zijn wij er in Nederland klaar voor? Misschien nog niet in alle opzichten. Maar het vraagt bestuurlijk lef. Het vraagt eigenlijk op alle niveaus professioneel lef. En ik hoop van ganser harte dat wij in staat zijn om dat proces op een goede manier te faciliteren. En wij hebben u nodig, we hebben elkaar nodig. En ik hoop, in tegenstelling tot datgene wat de sceptici zeggen over de kwaliteit van het Nederlands onderwijs, dat wij ons onderwijs nog beter kunnen organiseren dan op dit moment het geval is. En ik wens u daar niet alleen de komende 2 dagen, maar in de komende tijd buitengewoon veel succes mee toe. Dank u wel.